gekregen. Ja, het is vandaag 24 juli 2015 en ik ben in Den Haag in de Frederik Hendriklaan. En daar is een, nog niet zo lang geleden een speciaalzaak geopend onder de naam Hibericus. En zij zijn gespecialiseerd in het, in de verkoop van varkenshammen, die allemaal van varkens afkomstig zijn, die in Spanje zijn gefokt en zijn groot geworden. En met name worden ze een bepaald deel van het jaar gevoerd met eikels. En dat geeft ze een speciale smaak. En die varkens komen uit alle delen van Spanje. En die zijn ook allemaal apart van smaak. En je kunt hier in de zaak van iedere ham kun je een monster nemen. En naarmate je eigen smaak het best voldoet, een stuk mee naar huis nemen. Of zelfs ook een hele ham meenemen. We gaan eens binnenkijken. Goedendag, ik spreek met Marco en ik ben hier in Den Haag in de zaak Hibericus. Kus. Ja. En jullie zijn gespecialiseerd in een varkenssoort? Ja, Iberico. Iberico. Dat is een varken die uit Spanje en Portugal komt. De varkens zijn allemaal zijn heel anders dan dat roze varken, zou ik maar zeggen, want dat is Serrano ham. Dat is ook een Spaanse hamsoort. Maar wij verkopen alleen Iberico varken. En er zijn drie gebieden waar de hammen vandaan komen. Salamanca, Extremadura en Jabugo Huelva. Vanaf het noorden van Spanje ga je steeds meer naar het zuiden en dan wordt de smaak ook steeds sterker. En dan maakt het ook nog uit of er bellota bij staat. Want de bellota is het Spaanse woord voor eikel. En dat betekent dat het varken eikeltjes heeft gegeten. En dat geeft hem die aparte, hele intense smaak. Er is ook nog een verschil tussen hoe lang rijpen de hammen. Dat kunt u hierboven wel zien. Daar gemiddelde schouder heeft zeg maar 3 jaar rijping nodig. En echte topmodellen, zullen we maar zeggen, met de meest intense smaak, die krijgen 5 tot 7 jaar rijping. Het is een echte speciaalzaak, hè? Zo kun je het wel noemen. Dat klopt. We zijn net 6 weken open en we krijgen veel enthousiaste reacties, dus daar zijn we heel blij mee. En hoeveel vestigingen zijn er in Nederland van dit? Twee. Waar nog meer? Ja. Er is er 1 in de Haarlemmerstraat in Amsterdam en dat was de eerste buiten Spanje, zeg maar. Dit is er 2. En dit soort varken, weet je ook hoe dat gehouden wordt? Wordt dat in de natuur gehouden? Dat weet ik niet helemaal zeker, nee. Maar het seizoen van de eikels begint op 15 oktober. Dan gaan die varkens allemaal naar buiten en dan gaan ze dus eten ze soms per dag van 8 tot 10 kilo van die eikels. En daardoor krijgen ze die speciale smaak. Ja. Ja. Nou, fantastisch. Ik kan me voorstellen dat er veel belangstelling voor bestaat. Dat klopt, dat klopt. Nou, dank u wel voor de informatie. Graag gedaan, graag gedaan. Thank you.